Voorzitter, het is altijd een feest om bij een initiatiefwetsvoorstel te zijn. Want het werk als Kamerlid, als medewetgever, dat is gewoon heel veel werk, kost tijd, drie partijen, ook nog afstemming. Je gaat de boer op, je gaat kijken of er draagvlak is, of er wellicht partijen zijn die het dan willen steunen. En wat kan er dan mooier zijn dat de regering zegt, we hebben een neutrale positie. En dan zegt de minister, er gaat niet iets mis met het aannemen van deze wet, maar het helpt niet. En wat we ook vragen over de bodem die er gelegd wordt, in ieder geval om het niet te verminderen, daar gaat de minister eigenlijk niet op in. De praktijk van de afgelopen jaren is een andere dan die hij wil voor de toekomst. En wij zullen de minister natuurlijk steunen waar hij die wil waar gaat maken. Maar we kennen hem allemaal. In Gouden Hoer kun je niet wonen. Dus we moeten ook wel de zekerheid hebben dat het niet vermindert. Dat is ook door de hele Kamer uitgesproken met de motie Marijnissen. Ja, alleen ja, 21 en Van Haga waren daartegen, maar zelfs de VVD en CDA waren daarvoor. Het is niet de bedoeling van het nieuwe regeringsbeleid om minder sociale huurwoningen te krijgen. Als je daarvoor bent, dan ben je ook voor dit wetsvoorstel, dan staat het er niet in de weg. Nog één vraag over die motie Marijnissen. Ik lees nou overal, ook omdat die discussie over die 30% er is, dat er nu gemiddeld 34% sociale huurwoningen zijn. En is een enorme spreiding in het land. Maar klopt dat? Want als dat zo is, dan zou de ambitie van deze regering wel een vermindering zijn. En dan vraag ik me af of die motie Marijnissen wel wordt uitgevoerd. En dan nog op eigen kracht of niet. Want ben je nou in een sociale huurwoning iemand die iets niet op eigen kracht kan? Moet je dan op die manier eigenlijk gezien worden? Dat er belastinggeld tegenaan moet worden gezet, zoals de minister dat zei? Dan vind ik dat hij ook moet kijken naar die mensen die niet op eigen kracht een koophuis zouden kunnen hebben. Die zonder de hypotheekrenteaftrek nooit een hypotheek hadden kunnen betalen. Want laten we eerlijk wezen, als we naar die verhoudingen gaan kijken van die steun, dan loopt dat wel een beetje gelijk op of misschien slaat het wel door naar juist de huizenbezitter. Dus als je het daarover hebt, over herstructurering, ja dat moet altijd bij de huur. Op eigen kracht, nee dat zijn altijd die huurders. Ik woon in zo'n wijk die geherstructureerd is en ik nodig de minister uit. Dat is op een manier gedaan waardoor er geen gemengde wijk is gekomen, waarbij mensen elkaar niet tegenkomen, waarbij de huizen voor de mensen die in een huurhuis wonen niet verbeterd zijn, de sociale omstandigheden niet verbeterd zijn. Volgens mij is dit een voorbeeld van hoe we het niet moeten doen. En ik leid hem graag een keertje rond. Ik heb nog twee moties, voorzitter. Laat ik die ook voorlezen. De eerste motie gaat over minimaal 30% sociale huur. De Kamer gehoort de beraadslagen overwegen dat het kabinet een norm van minimaal 30% sociale huur wil hanteren, constaterende dat er gemeenten zijn die nog steeds hun aandeel sociale huurwoning verminderen. Van mening dat in gemeenten met meer dan 30% aandeel sociale huurwoning dat aandeel niet mag dalen, verzoekt de regering om de normering van 30% enkel te gebruiken om het aandeel sociaal te verhogen en niet te verlagen en gaat over tot de orde van de dag. Wel. En dan de volgende. Slopen, nu even niet. Mooi titel, hè? Ja. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat er jaarlijks 11.000 woningen gesloopt worden, constaterende dat de wooncrisis steeds verder toeneemt, overwegen